Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van woensdag 26 oktober zien we overwegend veel bewolking in veel landen van Europa. Maar boven België en boven het zuiden van het land zijn opklaringen. Het weer hangt samen met een hoge drukgebied dat ligt boven het noorden van Frankrijk en zorgt voor rustige condities voor Frankrijk en de Alpenlanden. En ook in Duitsland, Polen en Hongarije is het tamelijk rustig en droog. Maar er trekken wel af en toe wolkenpartijen voorbij. De meeste neerslag trekt over Engeland en Ierland en Denemarken en het zuiden van Scandinavië. Wij hadden vandaag een droge dag en maxima van 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland en in Noord-Brabant. En dat is aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Want normaal wordt het 13 graden in deze fase van oktober. De komende etmaal gaat het echter veranderen, want we hebben te maken met een zuidwestelijke wind. Vanavond is de wind matig aan zee tot vrij zwak in het binnenland. Er zijn wolkenpartijen en het koelt vannacht af naar 7 of 8 graden in het oosten van het land. In de kustgebieden liggen de minima tussen de 10 en de 11 graden. En morgen wordt er met een matige zuidwestelijke wind zachte lucht over ons land aangevoerd. Het wordt 15 of 16 graden. We zien wel veel wolken, het blijft nagenoeg droog. Soms komt de zon erbij. En ook op vrijdag hebben we te maken met wolkenpartijen. Soms een beetje ruimte voor de zon, maar het blijft wel nagenoeg droog. En het wordt opnieuw 15 graden als maximumtemperatuur. In het weekend gaat de temperatuur iets naar beneden, naar 13 of 14 graden. De wind houdt het tamelijk rustig, want er ligt een kern van hoge druk boven ons land. Er is een mix van wolken en zonneschijn. En na het weekend gaat de temperatuur geleidelijk aan naar beneden en komt de temperatuur in de richting van de normale waarde. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.